Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 1 februari. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekvlog. De eerste maand van het jaar zit er weer op. En dat was op zich een vrij rustige maand. Februari is een wat drukkere maand. Ik moet 2 keer naar het ziekenhuis toe, waar ik ook echt onwijs tegenop zie tegen beide keren. Ik heb een verjaardag en ik ga naar de huishoudbeurs toe. Dus ja, februari is wat dat betreft even iets drukker, maar ook wel weer gezellig op de ziekenhuisbezoeken na dan. Gisteravond heb ik gekeken naar Married at First Sight. Op zich wel weer leuk, al vraag ik me soms wel af waarom zoveel jonge mensen ook al meedoen. Want dan denk ik van joh, hè, sommigen die zijn nog niet eens 30. Van waarom doe je dan al mee? Van ja, is het dan toch de wanhoop? Ben je gewoon een mannetje niemand kan vinden? Ik weet het niet zo goed. Ik snap dat nooit zo goed als je zo jong bent dat je al aan zoiets meedoet. Maar goed, misschien is dat ook zo omdat ik er zelf nooit aan mee zou doen. Ik heb nog even Fortnite gedaan. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet. Of eigenlijk afgemaakt, want het grootste gedeelte was al in elkaar. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik moet er nog wel 2, want die heb ik niet helemaal afgekregen. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. En daarna ben ik Dr. Tinus gaan kijken. Dus dat was het ook wel. Ik heb voor jullie al eventjes mijn oefeningen gefilmd die ik heb gekregen voor mijn rug. Ik ben er nu mee bezig met die oefeningen, maar ik moet ook heel eerlijk zijn. Ik weet niet of dit heel goed voor me is. Ik merk dat het me meer pijn oplevert dan dat het verzacht of verlicht eigenlijk. En ja, ik weet ook niet of ik daar nu al een conclusie uit kan trekken, want ik ben er nog niet zo heel lang mee bezig. Maar ja, ik merk absoluut nog geen verbetering. Maar net wat ik zeg, dat is misschien ook een beetje aan de vroege kant. Omdat ik er pas net mee begonnen ben. Maar ik twijfel wel een beetje van, ja, moet ik dit dan doorpakken? Of moet je er dan toch mee stoppen? En dat vind ik best wel lastig. Maar goed, ik heb dat in ieder geval voor jullie gevlogd. Dus kan ik even laten zien. Ook heel blij. Ik had verteld in de vorige vlog over de ringmeter. De gratis ringmeter die ik had besteld. Die envelop was kapot binnengekomen en de ringmeter was eruit. Dus ik heb contact gehad met waar ik het gratis had aangevraagd. En die zeiden heel aardig van, oh, dan sturen we je gewoon een nieuwe op. Wat vervelend dat het eruit was en zat het kaartje nog wel in. Ik zei, ja, die zat er wel in. Nu is die binnengekomen, nu is de envelop gewoon dicht. Dus nu zit hij er wel in. Dus dat vond ik wel heel fijn. Goed opgelost. Ik heb er ook over ook contact gehad met PostNL. Die vroeg hem op een gegeven moment, kun je een foto sturen van de envelop? Dus die had ik ook toegestuurd. Toen zeiden ze ook wel, ja, maar dit is geen ongelukje meer. Dit is blijkbaar bewust gedaan. En ze zouden het wel weer terugkoppelen naar de bezorger hier. Maar ja, verder kon ze eigenlijk weinig betekenen. Maar gelukkig dat het bedrijf zo aardig was om een nieuwe op te sturen. En ik vind het gewoon wel eens makkelijk, weet je, dat je gewoon je vingers kan opmeten. Stel dat je een keer een leuk ringetje ziet online of zo, dan weet je tenminste welke maatjes je hebt. Misschien dat ik nog een keer eentje voor hier overheen wil doen. Dit zijn van die aanschuifringen van Zinzi, daar kun je er dus meerdere op elkaar doen. Maar, nou ja, dan heb je gewoon zo'n metertje. Goed, ik ga jullie eventjes naar mijn oefeningen laten kijken. En dan ga ik eventjes hier de boel weer doen, want dat is weer eventjes nodig. Dus tijd om muziek aan te zetten en aan de gang te gaan. Thank you.
Nou, ik ben weer lekker klaar. Best veel gedaan. Gewoon de hele woonkamer weer. Alles moest weer van de plekken. De tafel moest weer in de olie en zo. Ik heb even de deur naar van de keuken heb ik even geschuurd met een schuursponsje en schuurmiddel. Dat pakt natuurlijk best wel aan doordat je daar kookt. Ik zag er wat vlek op zitten en die kreeg ik met het doekje niet weg. Dus ik dacht, nou, ik pak wel even een schuursponsje. Toen heb ik het weggekregen. Even met een doek eroverheen. Eerst even nat afgenomen, daarna nog een keer droog. Dus die zien er ook weer mooi uit. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. De was was zelfs al klaar, die zit al in de droger. Oud papier weer even opgeruimd. Nog even wat dingen gedaan van mijn bullet journal. Dus wat dat betreft best wel druk geweest. Best wel productief, maar het ging eigenlijk wel lekker. Met muziek aan ga ik eigenlijk altijd best wel hard. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb even de stoel heel goed afgezogen, want muis ligt er steeds op. Dus dat neemt allemaal haar op natuurlijk. Die zaag ik elke week wel af, maar ja, het ligt natuurlijk ook zo weer. Maar ik ben in ieder geval weer tevreden. Ik ga nu nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer Married at First Sight. Dus ik ben wel benieuwd. Ik denk dat ik nog even Fortnite ga doen. Ik moet even mijn foto's afbewerken natuurlijk die nog moeten gedaan worden. Dan kan ik de blogpost schrijven. De vlog moet even ingepland worden. Daar moet ik nog een thumbnail van maken. Dan ga ik weer even mijn Netflix serie kijken en Dr. Tine. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel spectaculair. Maar ik ben wel weer blij dat alles weer een beetje rond is. Dus ja, ik ben wel weer tevreden. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Want ik heb last van mijn rug. En ik heb ook niet al te best geslapen. Dus ik werd al een keertje op tijd wakker. Toen moest ik naar de wc. Toen duurde het weer even voor ik in slaap viel. Dat was gewoon niet heel erg fijn. Maar goed, komt weer goed. Dus ik zou nu in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 2 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de verwarming even een tikkeltje aangedaald. Ik heb het heel erg koud. En ik heb het idee dat mijn spieren heel slecht opwarmen. Ik merk dan ook zelfs als ik dan krampen krijg, dan heb ik ook ijskoude handen. Als ik ga douchen, zeg maar, dan hebben mijn benen net ijsklompjes. Zo koud. Ja, dat is gewoon eigenlijk heel raar. Want het vriest niet eens. Dus ik heb gewoon het idee dat de doorbloeding of zo niet helemaal goed is. Maar goed, dat is een conclusie die ik zelf trek. Dat weet ik verder natuurlijk niet. Want ik heb daar geen medische indicatie voor gehad of zo. Maar dat is een beetje mijn vermoeden. Gisteravond heb ik weer Married at First Sight gekeken. En ik had op een gegeven moment gewoon een beetje medelijden met die ene jongen. Want die is geadopteerd. En die vertelde dan ook hoe dat toen een beetje is gegaan. Hij is toen op zijn derde geadopteerd door zijn Nederlandse ouders. Hij kent zijn eigen biologische ouders niet. En hij zat dus in een tehuis. En ja, hij zei ook wel van ja, wat je niet kent kun je niet missen. Maar ik vond het even zo zielig. Dan denk ik van, oh, dan ben je nog zo'n klein kindje. En dan zit je in zo'n tehuis. En dan zit je gewoon eigenlijk te wachten tot er iemand is die zegt, ja, ik wil jou wel hebben dan. Ja, dat vond ik echt even heel zielig. Maar goed, daarna heb ik even nog Fortnite gedaan en toen ben ik de laatste foto's gaan bewerken, heb een blogpost gaan schrijven en heb ik de vlog ingepland en een thumbnail volgemaakt. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken die super spannend was en toen was het natuurlijk afgelopen. Dus dan ga ik vanavond mee verder als altijd. Zo zit je net eigenlijk een beetje op het puntje van de bank en wordt het heel spannend en dan is het natuurlijk afgelopen. Ja, dat is echt typisch voor een serie. En daarna nog even Dr. Tinus en heb ik lekker in bed mijn boek gelezen die ik ook alweer bijna uit heb. Ik ga even gauw stofzuigen en even nog wat drinken en dan ga ik straks boodschappen doen. Want mijn coach is er ook over niet al te lange tijd, dus dan kan ik dat mooi nog eventjes doen. Ik zie jullie dan sowieso gewoon weer als ik terug ben van de boodschappen. Dus dat is voor nu even de planning, dus ik ga eventjes wat doen.
Zo, terug van de boodschappen. Net weer even wat dingen geregeld. Het was allemaal weer gedoe, want ik was aan het kijken voor een andere energieleverancier. En nou, allemaal gedoe. Uiteindelijk blijf ik bij dezelfde, maar kon ik de prijs zelf aanpassen omdat het verbruik niet klopte. Dus dat is mooi. Ik zal even de boodschappen laten zien. Ik was even bij de Marskramer geweest, want ik had dus gekeken of ze daar van die houders hadden voor de wattenschijfjes en de wattenstaafjes. Die hadden ze bij de Blokker wel, maar die heb ik dus niet. Dus ik dacht, misschien heeft Marskramer het ook, maar dat hadden ze niet. Dan ga ik volgende week even kijken. Nu heb ik bij de Boni heb ik de Pepsi gekocht. Die was in de aanbieding. Ik dacht, oh, dat gun ik mezelf wel een keer. Die vind ik altijd wel heel lekker. Het waren er dan 3. De Chocomel. Ik heb weer speklappen gekocht met zwoer dit keer. Die vind ik altijd heel lekker. Bij de Zeeman heb ik nog 2 leuke zomerdingetjes gekocht alvast. Kijk, met van die leuke kanten mouwtjes. Nu hadden ze een witte en een zwarte. Superleuk. Ik dacht, ja, vind ik gewoon nou wel weer leuk. Het is natuurlijk nog zeker geen zomer. Maar ik weet zeker tegen de tijd dat ik ze wil hebben dat ze op zijn. Aardappelschijfjes. En patat. Patat, zeggen wij. Ik heb eens een keer gehad met gamen. Toen vroeg iemand van, wat zeggen jullie? Zeggen jullie friet of patat? Dus wij zeiden patat. Echt een beetje op zo'n Rotterdam. Hij zegt natuurlijk gewoon patat. Oké. Lang verhaal. Koffie voor de mokka heb ik gekocht. Dit was een heel leuk verhaal. Ik heb even weer mijn deodorant gekocht. Ik was bij de Plus. Ik moest deodorant hebben. En ik zag dat die 1 plus 1 gratis was. En eerst zag ik deze niet. Helemaal achterin stond nog 1 zo'n tubetje. Maar het was 1 plus 1. Dus ik liep naar de kassa. Ik zeg, ja, ik wilde hier eigenlijk van 2 hebben. Maar die is er niet meer. Dus kan ik daar dan een bon voor krijgen? Dus ik heb nu een bon gekregen. Kan ik hem alsnog met 1 plus 1 kopen? Kreeg ik deze voor de helft van de prijs. Echt super netjes. Nou jongens, we gaan eens op de gezonde tour. Ik heb toetjes gekocht. Ik eet echt weinig zuivel. En ik merk het ook in mijn nagels en zo. Dus ik dacht, nou, laat ik gewoon eens een keer toetjes nemen. Dan kan ik gewoon na het eten een keertje een toetje. Ik heb de banaan, abrikoos en aardbei. Aardbei is mijn favoriet. Maar ik heb ze wel van de nootje gekocht. Want die vind ik het lekkerst. Bonen. Nou, ik ben ook. Ik heb bakken en braden gekocht, maar ik heb hem van het Plusmerk gekocht. Ik zag ineens de prijs van de Remia, die was zo erg gestegen dat ik dacht: dat ga ik niet doen. Ik neem gewoon deze. Gaat vast ook wel goed. Snijboontjes heb ik. Die waren nu in de aanbieding, dus wel 400 gram. En dat doe ik gewoon een beetje in de vriezer. Dan doe ik hem er even door de helft en dan doe ik gewoon een helft in de vriezer. Zag ik hem even vacuüm. Slavinken heb ik. Dit was ook een verhaal, de hamburgers. Ik had vanavond al zien in hamburgers. Bij de Plus was er een actie, 12 voor 3 euro. Ik dacht, oh, die ga ik meenemen. Op, heb ik ook een bon voor gehad. Echt super netjes bij de Plus. Ik heb eventjes citroensap gekocht voor mijn schnitzelzondag. En ik heb nog eventjes vitaminepilletjes gekocht. Dus dat was het. De katten zijn nu even aan het eten. Dus ga ik dit mooi zo even opruimen. Dan ga ik nog heel even lekker relaxen. En dan ga ik straks lekker douchen. Ga ik lekker eten. Vanavond ga ik weer meester Frank Visser kijken. En ik denk nog even gamen. Dus dat is wel even lekker. Ik ga foto's bewerken en weer lekker de serie kijken. Ik moet even muis doen, want muis die gaat mee eten. Dat is eigenlijk van Mickey, hè? Au, stroomuis. Dus dat is de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag. Welkom op deze vrijdag. Het is 3 februari. Ik ben klaargemaakt. De katten zijn een beetje wild. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar goed. Komt vast goed. Ik heb gisteravond bij meester Frank Visser doet uitspraak gekeken. Ja, was ook alweer een hoop ellende eigenlijk. Het ging over 2 buren en die hadden dus een brandgang tussen hun huis zitten. En volgens de buurman had de buren de schutting te veel naar de erfgrens toegezet. En daar was hij niet blij mee. Er was ook nog iets met motoren. Die kwamen dan op zijn deel van zijn erf en dat wilde hij niet. En die werden daar geparkeerd volgens hem. Nou ja, goed. Dat ging er niet heel gezellig aan toe in eerste instantie ook. Maar het probleem was eigenlijk, je kon met je fiets, doordat het zo'n smal stukje was, kon je met je fiets niet langs die brandgang.
En ja, eigenlijk als je een beetje een breed stuur had, dan kwam dat stuur ten alle tijde tussen die twee schuttingen in, zeg maar. Een andere buurman die had een stiefvader, die was gehandicapt, die had een elektrische rolstoel, maar die kon aan de voorkant van het huis niet naar binnen omdat daar een drempel zat. En door die brandgang, het was eigenlijk ook een drama, want het was zo smal dat hij ja, heel erg goed moest sturen om nergens tegenaan te botsen. Nou, eerst stond er ook al iets van een pijpje, die kon er al gelijk uit. Die hebben ze gelijk daar weggehaald. Nou, toen gingen ze onderzoek doen en zo. Toen uiteindelijk bij de zitting, zeg maar, nou, heel gesprek. En toen zei die buurvrouw ook van ja, maar ik zou het eigenlijk ook wel gewoon fijn vinden als dit allemaal achter de rug is, dat we dan ook gewoon toch weer door één deur kunnen. Dat gewoon in ieder geval dat je gewoon als buren goed met elkaar op kunt schieten. Dat als die andere buren een keer op vakantie zouden zijn, en er zou wat zijn bij hun huis, dat die buurvrouw hun kon bellen van joh, er is wat bij jullie huis. Nou, zegt die buurman, dat wil ik alleen maar als er in mijn voordeel wordt besloten. Ik dacht, ja, vind ik een beetje kinderachtig. Je wilt gewoon per se gelijk krijgen. Toen zei meester Visser ook, ja, maar zo werkt het niet. Uiteindelijk heeft hij wel gelijk gekregen, omdat de schutting van de buren dus te veel op de erfgrens stond. Die moesten ze dan toch echt wel weer plaatsen. En uiteindelijk kon er ook nog wel weer een handafdruk vanaf. Maar ik had wel even zoiets, dat is een beetje kinderachtig. Ik heb foto's bewerkt. Daarna heb ik de Netflix-serie gekeken. En elke keer als ik er net heel lekker in zit en dat het heel spannend is, dan is het natuurlijk weer afgelopen. Ja, zo gaat dat. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Ik heb even Dr. Tinus gekeken en ik heb mijn boek uitgelezen. Dus ik mag vanavond ook weer met een nieuw boek beginnen. Dus verder allemaal prima. Wel lekker gegeten. Ik had me alleen een beetje. Ik kreeg een spetter van de hamburger op mijn vinger. Dat deed een beetje zeer. Het is heel vaak zo met die hamburgers vanuit de vriezer, zeg maar, die spetteren nog wel eens in de pan. Dat heb ik al wel vaker ondervonden. Maar goed, het is nu tijd om lekker de slaapkamer te gaan doen. Daar heb ik ook wel zin in, want ja, ik heb echt veel zin om hier in een schoon bed te liggen vanavond. Dus dat ga ik doen, dus ik ga jullie daarin meenemen. Ik ga even de boodschappen naar boven brengen, want daar had ik gisteren niet zo heel veel zin meer in. En dan ja, ga ik even stofzuigen en alvast de bakken scheppen en dan ga ik in de slaapkamer aan de gang. Dus muziekje aan en tijd om te gaan beginnen. Waar ik trouwens nog wel heel blij van werd gisteren. Ik kreeg toen ik in de winkel was, kreeg ik een melding van nu dat Heitinga aanblijft als trainer van Ajax. En ik denk dat dat voor nu ook prima is. Laat hem dit seizoen afmaken en we zien volgend seizoen wel verder. Geef hem ook maar gewoon een kans om te laten zien wat hij kan. Dus dat vond ik wel heel, ja, vond ik wel een goed bericht. Dus dikke prima. Goed, nu ga ik echt even aan de gang. Thank you.
Zo, ik ben weer lekker klaar. Ik heb alles weer lekker gedaan. Ik had wel weer even ruzie natuurlijk met mijn dekbedovertrek. Heb ik heel vaak met de hoes. Dan krijg ik hem niet zo goed om. Maar het is allemaal weer klaar, dus dat is wel lekker. Ik heb alles opgeruimd. Katten hebben net lekker gegeten. En ik ga vanavond weer intens genieten van een schoon bed, want daar was ik wel aan toe. Ik ga nu in ieder geval nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik even programma's terugkijken. Ik wil even Down the Road terugkijken en mijn huis op orde. Dan moet ik de video nog in elkaar zetten voor morgen. Moet geschreven worden. En daarna ga ik lekker verder met de Netflix-serie. Ik denk wel dat ik er bijna doorheen ben, maar het is echt wel super spannend. En in het begin dacht ik, maar ik weet het niet. Maar juist nu ik er verder in kom, ben ik ook wel echt weer benieuwd hoe het zal aflopen. Dus dat. En daarna ga ik Angela Black kijken. En ik ga dus vanavond weer een nieuw boek beginnen. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Want ja, ik voel nu mijn rug weer eventjes ook weer eventjes wat meer. Omdat ik intensief bezig ben geweest. Dus ik ga gewoon eventjes lekker relaxen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 4 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen van mijn trendeditie. Het zonnetje schijnt, dus het licht hier in huis is niet fantastisch nu, omdat het een beetje overheerst. Ik heb gisteravond even wat dingen teruggekeken. Ik heb gekeken naar Down the Road. Was wel weer heel erg leuk. Ik denk ook dat het bijna afgelopen is, want ze eindigen nu dinsdag al Parijs en dat is de eindbestemming. Dus ik denk dat het er bijna op zit. Ik heb daarna nog even huis op orde gekeken. Was ook wel weer heel mooi. Ik vind dan vooral het resultaat heel mooi. Wat me heel erg ja, opviel is deze mensen wonen in een flat. En het was zo'n grote flat. Die had ik niet helemaal zien aankomen. Maar wel heel tof om te zien. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker de Netflix-serie gaan kijken. Ik heb vanavond daarvan de laatste aflevering. En daarna weer Angela Black. En dat was ook wel weer heel mooi. Omdat het nu toch wel weer het verhaal weer een beetje meer terugkomt. Dus ik heb er weer wat meer grip op. En ik ben een nieuw boek begonnen. Dus dat is ook altijd wel leuk. Vandaag op de planning. Ik moet zo even hier de laatste dingetjes opruimen. Want ik heb hier nog wat make-up spullen liggen. Omdat ik dus een video heb opgenomen. Dan ga ik even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik eens eventjes boven de knutselhoek opruimen. Dat is één ontplofte bende. En daar ga ik jullie dus even bij meenemen. Ik ga alles er eventjes afhalen. Ik ga even een doekje mee of een emmertje water meenemen. Zodat we alles even schoon kunnen maken en het een beetje kunnen opruimen. Dus ik wil daar een begin mee maken. Dus ik ga jullie daar wel bij zetten. Maar ik waarschuw je dus alvast. Het is een ontplofte bende. Het is één troep. Maar goed, daarom gaan we het ook proberen op te ruimen. Dus dat is de planning voor vandaag. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Dus tijd om even wat te gaan doen. Nou, dit is de ontplofte bende. Zoals je kan zien kan dit echt niet meer. Dus ik ga alles weghalen, opruimen en eventjes een mooi plekje geven. Dus ik ga gewoon alles eerst even leeghalen. Dat ga ik allemaal in een boodschappentas doen. En dan ja, ga ik het even schoonmaken en dus allemaal weer eventjes terugzetten. Maar dat het ook echt opgeruimd is, dat het weer gewoon goed is. Dus ja, dat gaan we eventjes doen. Thank you.
voilà, opgeruimd en schoongemaakt. Deze wil ik zo nog even gaan gebruiken. Die heb ik even apart gelegd, maar ziet er in ieder geval weer beter uit. Ik heb ook de bamboe organizer neergezet met mijn belangrijkste pennen erin. Ik heb hier de pen van Giethoorn, van de Dierentuin, Nijntje en deze uit Kroatië. Dus dat is ook wel leuk. Dus, en hier kan ik dan ook mijn telefoon bij opladen. Maar dat vind ik voor nu wel eventjes goed. Ik ga dan de volgende keer weer even verder ook met dit helemaal uit te zoeken. Deze mand helemaal. Daar wil ik ook wat dingen mee doen. Maar alles maar even op zijn tijd. Dus ja, voor nu vind ik het wel weer eventjes heel erg opgeruimd. Dus dat is beter. Zo, dit was lekker een productief zaterdagje. Video opgenomen. Mijn hoek is weer helemaal netjes. Was ik echt wel heel blij mee. Het was ook echt wel een bende. Net wat ik zeg, ik doe het dus stap voor stap. Dus nu heb ik dit gedaan. Dan ga ik de volgende keer weer het karretje netjes maken. Daarna weer een keer het rek. Ik doe het echt in stappen. Want als ik het te veel in één keer doe, dan verlies ik in mijn hoofd het overzicht. En dan wordt het te druk in mijn hoofd, zeg maar. Dus dit is dan voor mij, voor iemand bijvoorbeeld... Voor heel veel mensen zou je gewoon denken, joh, ga even door en pak gewoon ook even die andere dingen mee. Maar ik merk dan gewoon in mijn hoofd, oké, ik moet nu stoppen. Ik ben dan alweer heel blij met hoe ik het nu heb. En dat is dan voor nu even voldoende. Ik moet echt gewoon alles in stappen doen, want anders dan wordt mijn hoofd te vol. Ik heb nog even een was weg... Ik had zeg maar een boodschappentas staan, daar had ik allemaal was in gegooid. En dat heb ik nu ook weer eventjes eruit gehaald. En dan kwam ik ook allemaal weer dingen tegen waarvan ik dacht, hey, die was ik al kwijt. Dus dat kan ook weer eventjes morgen de kast in. Dat heb ik net even gedaan toen de katten aan het eten waren. Dus dan kan ik het morgen gelijk weer even de kast in doen. Maar ik vond het wel even fijn om het op deze manier te doen. Ik heb zelf nog even mijn blog en YouTube-boek even bijgewerkt. Ook fijn dat dat nu allemaal weer netjes kan staan. Dus ja, ik was er wel heel blij mee. De kamer is ook zeker nog lang niet af. Er moet nog heel veel opgeruimd worden. Maar ik denk gewoon als ik het beetje voor beetje doe, dat het dan wel... Wat wordt. Want ja, ik merk gewoon dat dat voor mij het beste werkt. Dus ik ben er tevreden mee. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks even douchen. Ik had trouwens eerst wat anders aan. Maar ik heb even weer verkleed. Want dat shirtje was niet zo heel fris meer. Dus daar kan ik gewoon niet zo goed tegen. Dus ik heb weer even wat anders aan gedaan. Maar goed, douchen, eten. Vanavond heb je weer weet ik veel. En ik ga natuurlijk weer meespelen. En dan ga ik wel zien wat het wordt. Ik hoop natuurlijk weer op een goed cijfer. Maar ja, je kunt het van tevoren toch niet voorspellen. Maar het is altijd wel leuk. Verder wil ik de vlog voor het grootste gedeelte al klaarmaken. Ik ga de laatste aflevering van de Netflix-serie kijken. Wel spannend. Ik ga alle nagellak er even afhalen. Want ik had deze dus weer eventjes gelakt voor de video die ik op wilde nemen. Maar hij is gewoon niet fantastisch. En ik wil morgen toch weer een fris kleurtje. Want ik heb deze de hele week de klop gehad. En ik vond hem niet fantastisch. Daarna ga ik verder met Angela Black en lekker mijn boek lezen. Dat wordt verder ook de avond. Ik ga jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb verder eigenlijk niks meer te vertellen. Of ik ga eigenlijk niks meer doen. Want ik voel mijn rug nu ook weer wat meer. Dus ik ga... Zometeen gewoon even lekker relaxen. Ik heb trouwens heel veel lieve reacties gehad ook over mijn rug. Dank jullie wel daarvoor. Ik was het ook zeker met jullie eens. Ik moet ook gewoon echt wel... Ja, je moet gewoon echt een beetje naar je lichaam luisteren. Dat probeer ik ook te doen. En ik probeer nu gewoon trouw elke dag die oefeningen te doen. En kijk het even aan. Mocht het echt niet verbeteren, dan ga ik andere stappen ondernemen. Maar goed, nu ga ik echt lekker relaxen. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 5 februari. Ik zit even lekker op de bank. Ajax heeft al gespeeld. Die hebben met 0-5 gewonnen omdat ze uitspeelden. Dat is wel fijn. Moest ook wel tegen Cambuur. Maar ik denk dat ze dat met de vorige trainer niet was gelukt. Dus dit is wel lekker. Soms heb je ook nog wel een mooie wedstrijd. Dan moet PSV Feyenoord, Feyenoord PSV. Ik weet niet precies hoe de... Stelling in elkaar zitten, wie eruit en wie thuis speelt. Maar het gaat me eventjes toch om wie er moet winnen. En het gunstigste zou zijn gelijkspel. En in het ergste geval moet Feyenoord maar winnen. Ik wist niet dat ik dit ooit nog zou zeggen, maar als het echt moet, dan moeten ze winnen. Want anders komt PSV boven Ajax en dat wil ik natuurlijk niet. Dus dat zou het gunstig zijn, dus ik denk dat ik hem wel eventjes aanzet. Gisteravond heb ik weer meegedaan met weet ik veel en ik baalde, want de app viel uit, waardoor ik een vraag heb gemist. En nu had ik een 5.8 en anders had ik misschien toch een 6 gehad. Dat vond ik wel echt jammer, maar goed, ja, doe je niet zo heel veel aan. Het waait buiten best wel, dus op zich ook wel gezellig.
Nou, voor de rest heb ik gisteren de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Heb ik mijn Netflix-serie uitgekeken. Heel bijzonder einde uiteindelijk. En Angela Black, en dat was ook al de laatste aflevering. Dus daar ben ik ook doorheen. Liep ook nog wel heel bijzonder af. Dus had ik ook niet helemaal zien aankomen. Dus dat was allemaal wel mooi. Dus ja, vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik ga straks wel even foto's maken. Ik moet even groente afhalen en dat is het ook wel. Het is natuurlijk zondag en doe ik meestal niet zo heel veel. Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes met die was boven aan de gang. Dus dat is misschien dat ik dat nog wel eventjes ga doen. Ik zal straks even fotospullen laten zien. Maar nu ga ik eerst even stofzuigen en de kattenbakken doen. Dan heb ik dat in ieder geval klaar. Dus ja, dat is voor nu eventjes de planning voor vandaag. Ik heb even wat fotospullen gepakt. Ik heb hier het The Universe oogschaduwpaletten van Catrice. Het is ook weer een limited editie. Daar ga ik nog een video over maken. Die ga ik nu fotograferen. Dan heb ik hier het lipmasker van de Action, het Overnight Lip Mask. Ben ik wel heel erg benieuwd naar wat hij doet voor mijn lippen. En ik heb hier een Hydro Hero 24 Hour Hydrating Tinted Cream met SPF 15. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Deze is dan van Essence. Dus ik ga nu hier eventjes foto's van maken. Maar ik voel me een klein beetje, ja, een beetje lullig eigenlijk. Ik kreeg een appje van Nathalie van, ja, wou je gisteren niet meegamen? Dus ik zeg, oh, ik heb helemaal niks gehoord. Maar ze was blijkbaar in mijn party en ze had dus gekeken of gevraagd of ik mee wilde doen met gamen. En ik had het geluid niet aanstaan, dus heb ik niet gehoord. Ik voel me er best wel een beetje lullig over dat ik dat niet heb gehoord. Maar ja, doe ik niet zo heel veel meer aan. Maar het is gewoon eventjes een beetje een nagevoel dat ik denk van, goh, wat stom dat ik dat gemist heb. Maar goed, ik ga even foto's maken. Volgens mij staat het 1-0 voor PSV. Dus ik ga wel even zien hoe dat verder loopt. Maar ik ga nu eerst maar eventjes op mijn gemakje de foto's doen. Dan is dat ook weer klaar. Zo, ik heb alles weer klaar. Ik heb een kriebel in mijn neus. Ik heb steeds het gevoel dat ik moet niezen, maar het wil niet. Maar dat is wel een beetje vervelend. Er wordt weer wat meer bewolkt hier. De wedstrijd is nog steeds bezig. Ze hebben verlengtijd gekregen. Er was alweer een opstootje zelfs van Nistelrooy van PSV. Die heeft geel gekregen, want die deed wat. Nou, een hoop gedoe in ieder geval. Het staat nu 1-2. Dus het zou mooi zijn als Feyenoord er nog eentje bij maakt. Maar ja, het is een rommelwedstrijdje wat ik er tenminste van gezien heb. Wat ik heb tussendoor ook wat dingen gedaan. Het is niet een wedstrijd waar ik voor ga zitten. Dat doe ik voor Ajax wel. Maar het is meer dat ik nu eventjes wil weten van joh, wat doet het voor de stand? Ik heb eventjes boven de kleding heb ik in de kast gedaan. Zodat ik in ieder geval weer wat verder kon. Maar ja, het heeft gewoon even tijd nodig allemaal. En het komt vanzelf wel goed. Als jullie gisteren ook een foto in de groeps hebben van hoe het de hoek er nu bij zat. Toen zei ze ook al van, oh, dat is wel super netjes weer inderdaad. Maar net wat ik zeg, het heeft gewoon alles moet gewoon eventjes met tijd. En het komt echt wel een keer goed. Maar ja, nu had ik gewoon even, soms heb je gewoon in één keer even wat energie om wat te doen. En dan doe je gewoon iets meer en de andere keer iets minder. En dat moet ook prima zijn. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond denk ik dat ik nog even een moorddossier kijk. Want ik heb er nog eentje. En ook gewoon Alberto Stegeman. Ik weet eigenlijk niet hoe laat die begint. Moet ik even nakijken. Want ik had eerder altijd zo'n app voor de tv-gids. Maar die is ermee gestopt. Dus ik kan het nu niet meer terugzien. Meestal kijk ik het eventjes gewoon op de zender zelf terug. Nou, ik moet sowieso foto's bewerken. Ik moet een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke. Ik wil eigenlijk wel weer een miniserie, want donderdag begint You weer. Dat is ook een beetje gek, want het eerste deel komt 9 februari, het tweede deel 9 maart. Dat snap ik ook niet helemaal hoe dat zit, maar goed, dat zal ik wel zien. En vanavond kijk ik verder gewoon naar Dr. Tinus en ik ga mijn nagels even doen, dus dat is het ook. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen en ik zou bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 6 februari, het is zondag en ik moet zeggen het is buiten ook helemaal niet koud. Dus ik zal eens even kijken of graden het hier binnen is. Ja, 17,5. Dat betekent ook dat ik bijna niet hoef te stoken. Dat is natuurlijk wel lekker. Ik heb gisteren eventjes de wedstrijd afgekeken. Is uiteindelijk nog 2-2 geworden. Dat was voor Ajax wel gunstig. Wat ik wel heel mooi vond is bij PSV is er iemand ernstig ziek. Ik weet niet meer precies wat zijn functie was. Wat ik begreep is dat hij eerder al bloedkanker heeft gehad, maar dat hij dus nu echt ongeneeslijk ziek is.
Hij riep nu mensen ook op om donor te worden voor volgens mij stamcellen. Maar dat weet ik ook niet precies zeker. Maar dat schijnt dus ook dat mannen dat beter kunnen geven dan vrouwen. Want dat schijnt sterker te zijn. Maar ze hadden dus in de 12e minuut ook de spelers van Feyenoord dus. Of de spelers, de supporters moet ik zeggen. Hadden spandoeken opgehangen om deze man sterkte te wensen. En ze gingen met lichtjes schijnen van hun telefoon. Dus dat was wel heel bijzonder. Dat vond ik wel een bijzonder moment. Dat ja, ook al... Ja, dat ook een ploeg die dus eigenlijk niks met zo iemand te maken heeft, dan toch daar aandacht aan besteedt. Ook omdat deze man heeft nog best wel jonge kinderen, een jong gezin. Best wel heftig ook. Daar ging het ook de hele week al over. In VI hebben ze er ook veel over gesproken. Dus ja, was wel heel heftig. Ik heb gisteravond even Mordechai teruggekeken. Het was de laatste aflevering. En ja, ik vind het echt wel een hele interessante serie. Ik hoop ergens dat het ook nog wel weer een keertje terugkomt. Bij nieuwe afleveringen. Gewoon omdat het wel interessant is dat ze dieper in een zaak duiken. Om te zien van, nou ja, goed, hoe is het dan eigenlijk tot stand gekomen? En nou, is gewoon heel interessant. Ik heb ook Alberto gekeken. Stegeman op de Bres. En ik had bij die tweede zaak ook van die man zo zielig. Was een wat oudere man, alleenstaand ook. De goeieheid straalde van zijn gezicht af. Hij had gewoon echt zo'n goeie gezicht. En daar is misbruik van gemaakt. Een zoon van een vriend van hem die heeft hem om geld gevraagd. Heeft hij uiteindelijk geleend, want hij dacht dat hij het terug zou krijgen. Wat zijn laatste spaargeld, wat eigenlijk bedoeld was voor zijn eigen uitvaart. Vervolgens kreeg hij dat geld natuurlijk niet terug. Die man is beginnen dreigen, maar hij wilde eigenlijk nog niet gelijk naar de politie stappen. Deze gedupeerde, want hij was bang voor het gezeur wat het zou opleveren met zijn goede vriend. Zij wilde het eerst met Alberto proberen. Nou ja, hij heeft niks uitgehaald, want die man die het allemaal gedaan had, die begon ook een beetje te dreigen tegen Alberto. En nou ja, goed, het leverde niks op. Toen heeft Alberto ook gezegd, ja, je moet gewoon echt naar de politie gaan. Want dit kun je gewoon niet anders oplossen. En er was ook al een andere zaak. Hij had dus ook al iemand anders opgelicht. Een vrouw die ernstig ziek was, was inmiddels overleden. Die had wel aangifte gedaan. Maar ja, ik weet niet wat daar dan mee gebeurt als iemand er niet meer is. Dus ja, het is te hopen dat die man op een of andere manier zijn geld terugkrijgt. Maar ik ben er wel bang voor. Want ja, meestal in dat soort praktijken weet ik niet wat de politie daarin kan betekenen. Ik heb mijn nagels gedaan. Is dit kleurtje geworden. Dus een vrij oud lakje uit een Meto Sparkle collectie van Essence. Die heb ik al heel lang. Dit is het kleurtje 01 Clam Like Bam. Maar ik vond hem wel leuk om weer een keer op te doen. En toen zat ik gisteravond Hart van Nederland te kijken. En toen in één keer liep die vast, zeg maar, de televisie. En toen bleek er dus een storing te zijn bij SBS in de studio's. Toen gingen ze Man bijt hond maar even uitzenden. Zodat hun intussen die uitzending weer probeerden op te pakken. Nou, daar zit je ook met open mond naar te kijken hoor. Dat je denkt van waar halen ze die mensen vandaan? Sommigen zijn zo vreemd. Ik snap niet waar die mensen vandaan komen. Maar ze zoeken ze wel uit voor deze serie in ieder geval. Ik heb foto's bewerkt. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie begonnen. Ik zal even kijken of ik de naam serie wil weer aangaan. De naam kan vinden. Ja, het is een vrij korte serie. Hij heet The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ja, ik kom er heel belabberd uit. Mijn Engels is niet fantastisch, maar op zich, ja, ik weet niet zo heel goed wat ik ervan vond, maar zij heeft dus een drankprobleem en daar begon ik me wel aan te ergeren, want ze schonk echt zulke grote glazen wijn in. Ze kon echt letterlijk één fles wijn kon in dat glas. Nou, daar begon ik me op een gegeven moment wel aan te ergeren, want ze ging maar weer naar die keuken en dan ontkurkte ze weer zo'n fles. Ze had echt zo'n grote pot staan met allemaal flessenkurken erin. Nou ja, heel apart. En daarna dokter Tiedus, dus dat was het ook. Ik ga zo eventjes de kattenbakken lekker doen, de gang en de douche, want de kattenbakken die stinken. Ik vind het kattengrit echt super minder fijn. Het is hetzelfde wat ik altijd kocht, maar het is dus fijner. De structuur is anders. Ik moet nog eventjes een was opvouwen en de snijbonen moeten nog even verdeeld worden. En ik ben wel benieuwd hoe dat gaat in die bakjes van de Lidl, omdat je die dus vacuüm kunt zuigen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ik ga muziek aanzetten en eventjes aan de gang. Thank you.
Zo, ik heb even deze matjes gewassen, die roze en die blauwe, die onder de kattenbak liggen. En ook even deze waar het drinkwater op staat, want dat vind ik dan wel fijn. Het was alweer een tijdje geleden, dus ik laat ze gewoon even in de was doen. Ruiken ze er even fris. Daar zou ik er eigenlijk een keertje eentje van bij moeten hebben, maar het is gewoon wel eventjes zo lekker dat het weer fris is. Nou, ik ben alweer lekker klaar. Ik heb echt rot licht, ik ga even hier zitten. Ja, zie, dat is beter. Nou, alles is gedaan. Ik baalde eventjes. Er was een beetje gespuugd, dus ik legde er dan eventjes een keukenrolletje overheen, zodat ik het makkelijk op kan ruimen. Ik had het keukenrolletje neergelegd. Trip, trip, trip. Daar kwam Muis. Die ging er bovenop plassen. Ik dacht, nee, Muis, waarom doe je dit? Dus nou, dat natuurlijk snel opgeruimd. Gelijk ook toen ik het had droog gemaakt, het wel eroverheen, zodat die geur weg is. Nou, kattenbakken gedaan en alles, dus doe ze lekker schoon. Dat vind ik altijd wel lekker, dus alles was weer klaar. En toen dacht ik dus, laat ik die matjes even wassen, want ja, dat vond ik gewoon ook wel weer even een fris idee. Ja, die doe ik gewoon even op de hand wassen. Die doe ik niet op een hele, doe ik niet op 40 graden, want ik weet niet wat er dan mee gebeurt. En op de hand was merk ik dat het ook gewoon schoon wordt. Dus dat had ik schoon. Nou ja, dat vacuümzuigen van dat bakje ging eigenlijk ook heel makkelijk. Ik vond het eerst een beetje lastig, want er zat geen Nederlandse beschrijving bij. Dus ja, hoe ga ik dat doen? Maar ik heb het gewoon geprobeerd en ik voelde gewoon dat hij steeds zwaarder ging met duwen. Dus toen merkte ik gewoon van oké, hij is nu gewoon goed vacuümgezogen. Die heb ik al in de vriezer zitten. En dan dat restje wat ik over heb, dus die eet ik dus straks. Nou, er was dus lekker opgevouwen. Nog niet in de kast, maar in ieder geval weer opgevouwen. Dus wat dat betreft wel weer lekker productief geweest. Ben ik wel weer blij om. Ik ben wel blij dat het nu klaar is. Ik ga zometeen even lekker relaxen, want de hoofdpijn is nog steeds niet helemaal weg. Het is wel minder, maar ik voel hem nog wel een beetje hier. Dan ga ik dus lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Nieuw Amsterdam. Ik weet eigenlijk niet hoeveel afleveringen er nog zijn. We zijn al best wel weer een tijdje onderweg. Maar goed, ik ga er wel weer lekker van genieten. Nou, daarna weet ik niet. Misschien nog een spelletje doen. Ik moet even kijken hoe en wat. Ik denk dat ik VI er wel eventjes opzet. Vind ik vaak nog wel eventjes leuk. Ik ga een video in elkaar zetten voor morgen. Daarna ga ik mijn blogpost schrijven. Dan ga ik weer verder met de Netflix-serie. Ik heb nu trouwens ook een kortere serie gekozen. Want deze is woensdagavond afgelopen. Dan kan ik donderdag gelijk beginnen met You. Hey, zo heb ik hem uitgedokterd. Want donderdag begint dat weer. En eventjes Dr. Tien en zijn lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt het ook wel. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Want ja, zoals ik al zei, dat hoofd is niet echt lekker. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus bij deze, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 7 februari. Ik ben klaargemaakt. Nou, ik had gisteravond alweer een ding. Ik had gistermiddag de snijboontjes verdeeld in twee delen. Daar heb ik een deel van in de vriezer gestopt. En het rook verder gewoon goed. Het rook niet raar of zo. Dus het andere deel ging ik gisteravond koken voor het avondeten. En ik vond dat er een beetje een gek luchtje vanaf kwam. Het was niet zo'n typische snijboonlucht die eraf kwam. En ze waren tot en met vandaag goed, tot de 7e. Ik heb het zakje verder dicht gehouden, maar er kwam een beetje een zuur geurtje vanaf. Dus ik dacht, oh, ik weet helemaal niet of dat dit nog wel goed is. Nou, uiteindelijk het eten helemaal klaar, opgeschept, een paar hapjes van gegeten. Ik had zoiets, nee, het is niet lekker. Dus nou ja, toch niet verder gegeten, want ze waren dus gewoon zuur. Dus mijn moeder zei ook al van, nou ja, ik zou dan toch eventjes met het zakje zou ik even bewaren en dan toch even teruggaan naar de winkel. Ik heb de bon ook nog. En ja, ik heb dit al vaker gehad bij de Plus met snijboontjes. Dat ze dan toch
dat ze dan op een of andere manier niet helemaal goed meer zijn. Maar ja, omdat ik dan kijk naar de datum, dan denk ik van, oh, ze zijn eigenlijk goed zelfs een dag langer dan dat ik ze wil eten. Dus in feite zou ik ze gewoon nog een dagje, ja, zou ik ze dan niet al hoeven te bewerken, zeg maar. Maar goed, ze waren dus helemaal niet meer goed. Dat heb ik gisteravond ook wel gemerkt. Ondanks dat ik er niet veel van gegeten heb, kreeg ik onwijs last van mijn buik. Gelukkig kon ik op een gegeven moment even naar het toilet toe. Toen ging het wel weer wat beter, maar dat was niet goed. Dus ik heb het zakje bewaard. Ik zei nog wel tegen moeder, moet ik echt dat zakje meenemen? Ja, ze zei, dat is wel beter. Ik dacht, oh, wat vies. Mijn moeder heeft het ook al wel eens gehad met iets. En toen had ze zelfs geen spullen bij zich. En toen had ze wel gewoon melding gemaakt in die winkel. Van, joh, ik heb dit of dit gekocht en het was helemaal niet meer goed. Toen kreeg ze gewoon een nieuwe. Maar dat was bij een andere winkel als bij de Plus. Maar ik ga ervan uit dat Plus daar niet heel moeilijk over doet. Dus ik wil het wel eventjes aangeven donderdag. Want het, ja, ik heb er best wel last van gehad, moet ik zeggen. Gisteravond heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Was op zich wel weer leuk. Ik heb foto's bewerkt, wou ik zeggen. Nee, dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb zelfs een video in elkaar gezet. Een extra video die is al online gekomen met een trendeditie van Essence. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna Dr. Tienes. En toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen. Dus dat was verder ook de avond. Dus verder was het prima. Eventjes op het snijbonen debakel na. Maar goed. Ja, vandaag op de planning video opnemen. En ik ga nog eventjes diamond painten. Dat is eigenlijk ook het enige wat ik een beetje ga doen. Ik heb niet heel veel verder wat ik moet doen. Dus dat is op zich wel lekker. Het is zonnig buiten. En het tijgertje die zit al lekker voor het zijraam te zonnen. Dus ja, dat is echt zo'n zonnambisse. Die vindt dat heerlijk om in die zon te liggen. Nou, doe je ding. Dus ja, en ik zit even met deze op schoot. Hè? Ja, je moest alweer op schoot, hè? Ja. Dus ik ga eventjes wat doen. Dus ja, tijd om even aan de gang te gaan. Katten zijn inmiddels aan het eten en ik heb net een pakketje binnen gehad van de Bougie Shop. Want er was namelijk een limited editie van Catrice die vanaf maart in de winkel ligt. Ik weet dat er de laatste tijd best wel veel van dit soort video's bij komen. Waarin ik het laat zien althans. Maar ja, voor de mensen die het leuk weten wat er dus al komt, vind ik het wel leuk. En voor mij is het gewoon handig, want dan weet ik gewoon even beter met inplannen van video's. Want het kost dus best wel veel tijd. En dat is dus weer een nieuwe collectie zoals ik zei. Ik ga hem even openmaken. Hij zit heel goed verpakt. Kan ik ook altijd gelijk even zien of het klopt. Dit is namelijk de Beautiful You collectie. Het persbericht staat net online op mijn blog. Maar bij Bougie Shop was hij er dus al. Je krijgt hierbij in deze collectie zitten twee blushes. Dit zijn Cream to Power blushes. Krijg ik ze al open. Ja, die ziet er dan zo uit. Dit is de Word It. Ja, Word It. Dan hebben we de Treat Yourself. Deze. Er zit ook een heel leuk haarklipje bij.
Dan hebben we een mooie oogschaduwpalette die er zo uitziet. Als het goed is heeft Boozy Shop hem nog, maar die ziet er dan zo uit aan de binnenkant. Met de naam Beautiful Possibilities. En drie leuke lipglossjes. Dus dat is de nieuwe collectie van Catrice, die dus vanaf volgende maand nogmaals in de winkel ligt. Maar zoals ik zei, voor mij is het soms handiger om het al even te bestellen. Dus die wilde ik eventjes laten zien aan jullie. En ik had een gratis kwastje gekregen, omdat je dan ja, voor een bepaald bedrag hebt, zeg maar. Dus ik had deze erbij gekregen. Is wel heel leuk, maar daar kan ik dus dan weer lekker mee aan de gang. Vanaf maart in de winkel, maar volgens mij heeft Boozy Shop hem nog steeds. Dus zou je hem al aan willen schaffen, dan zou je even kunnen kijken. Want hij is niet echt aangekondigd. Hij stond in één keer bij de nieuwe producten. Dus het kan zijn dat Boozy Shop hem nog heeft. Zo, dit was al even een relax middagje. Zo, ik voel mijn rug nu wel weer wat meer, maar dat blijft toch wel. Ik zit ook niet heel goed op de stoel, dus ik hang een beetje naar voren. Video is opgenomen, ging op zich wel goed. Dus daar ben ik wel blij mee. Nou, lekker eventjes diamond painting gedaan. Hij schiet al best wel op. Hij is nu echt, duurt niet heel lang meer voordat hij af is. Maar was gewoon wel eventjes lekker relaxed. Dan doe ik even lekkere muziekje erbij aan. En daar word ik altijd wel blij van. Nou, pakketje dus binnen. En ja, dat is ook wel eventjes fijn weer. Dus op zich prima. Katten zijn uitgegeten, dus allemaal fijn. Ik ga zo even lekker relaxen, want ik moet gewoon eventjes lang uit. Met de benen ook, want mijn rug doet nu echt onwijs pijn. Maar dat komt goed, dat ga ik zo gelijk eventjes doen. Vanavond, dan ga ik daarna straks even lekker douchen en eten. Nu wordt het eten vast beter, want ja, ik zit dan toch, je blijft dan toch een beetje hangen in dat eten van gisteren. Omdat ik nu ook niet echt groente had natuurlijk gisteren, omdat het niet goed was. Maar vanavond komt dat goed. Vanavond kijk ik Goede Tijden en daarna weer Married at First Sight. Vind ik ook altijd wel weer leuk. Ik ga de vlog afmaken. Dan ga ik foto's bewerken. Netflix serie kijken en Dr. Tinus. En dan weer lekker verder in mijn boek. Dus dat wordt het verder ook wel. Dus niet heel veel bijzonders. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!